Breda nu. Hooggeëerd publiek, het Circus Festival is in Breda. Een mooi festival, 2 dagen lang. Ik zou zeggen, kom tot zien! Hey, het allereerste Circus Festival hier in Breda. Jij hoort bij een van de organisatoren. Hoe zijn jullie tot het idee gekomen? Het idee is eigenlijk ontstaan zo'n 1 of 2 geleden met het eerste team. Marion die zit in beide teams. En Marion die gaat heel graag naar het circus in Rotterdam, in Tilburg en alle andere festivals. En die had hier een leuke groep mensen die zei van, nou ja, dan moeten we dat in Breda ook gaan doen. En zo geschieden. Het eerste jaar is het uitgesteld en het tweede jaar zijn we opnieuw gestart. Met een nieuw team, nieuwe plannen en ja, hier staan we. Het is een 2-daags festival, wat kunnen mensen verwachten? Nou, we hebben vandaag al een paar hele mooie shows gehad. Het is heel warm, maar desondanks hebben we echt ja, toch leuke aantal bezoekers. We hebben vanavond hebben we nog 2 shows. Sansara, zijn familiecircus. En dan hebben we in de avond, als de kindjes slapen, dan is het tijd voor de ouders om te spelen. En dan komt de burlesque show. Wat is dat dan? Het zijn beesten van vrouwen met steeds iets minder kleding aan. We blijven nog wel even, denk ik, Joey. Hè? Voor jou, hè? Manjana, manjana, manjana. Manjana, manjana, manjana. Manjana, 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 yeah! Ik weet niet waarom ik het doe, maar waarom ik het doe. Wat ik hier vind of wat ik zoek, wat ik zoek. Maar eigenlijk heb ik nooit genoeg. Gewoon om de wc's te onthouden. Ja. En dan kunt u gewoon lekker in een poepje komen doen of een plasje. Ja. En dan kun je eventueel ook nog even grabbelen in de grabbelton. Want daar heb je nog een leuk presentje. Zilveren doos zie ik daar. En wij doen gewoon gezellig bij je. Wat voor gezelligheid wordt er dan gedaan? Zeg het en vraag het. We doen alles voor je. We kunnen vasthouden, we kunnen hem aftikken. Ik wil best wel afvegen, ik bedoel... Ja, gewoon lekker met de blote handjes. We helpen je gewoon. Het is de eerste keer dat je echt een beetje naar een soort van circus gaat. Ja. En wat denk je wat je dadelijk gaat zien? Dat weet ik nog niet. Nee, dat is logisch ook, maar wat verwacht je van een circus? Dat ze trucjes doen. Hartstikke leuk dat jullie zitten, maar waar is dan de wc? Hier links om de hoek, uit het zicht natuurlijk, hè. Oh, kom. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Fijn, dat is echt heel fijn. Een soort PA eigenlijk. Peter? Nee, een soort personal assistant. Ja, nee, doen we niet. Nee? Breda nu.